Found footage films zijn echt mainstream. Je hebt elk jaar wel een paar van die films die uitkomen uit dat genre. Begon in 1980 met Cannibal Holocaust. Dat is zo'n beetje de eerste found footage film die er was. Maar het was niet echt een algemene doorbraak in de filmindustrie. Dat begon pas met The Blair Witch Project in 1999. Film gemaakt voor $60.000. En die uiteindelijk $250 miljoen opbracht. Werkelijk een gigantisch kassucces. Found footage films. Dat zijn films waarin mensen beeldmateriaal vinden. Wat laat zien waar mensen in zitten. Die de meest gekke dingen meemaken. Waarmee het meestal niet goed afloopt. En The Blair Witch Project was een beetje de film die heel dat genre leven in. Ik heb hem in de bioscoop gezien in een Lumière in 1999. Tot op de dag van vandaag vind ik nog steeds de engste film die ik ooit in de bioscoop gezien heb. Er was heel veel twijfel of wat er gebeurde in die film nou echt waar was. En misschien echt gebeurd was. Ben echt de bioscoop toen uitgelopen. Echt doodsbang. Ik vond het zo realistisch. En het was op zo'n aparte manier gefilmd, waardoor je niet echt zeker wist of het nou waar was, ja of nee. En daar kwamen we erachter natuurlijk dat het gewoon allemaal één grote hoax was. Maar ik vind het nog steeds is het een van mijn favoriete horrorfilms. Er kwam daarna een vervolg, Blair Witch 2, The Book of Shadows. Dat was werkelijk een debacle in 2000. En dat was ook een film die de normale route opging hoe films gemaakt worden. Dat was echt een zeer slechte film. En mensen dachten dat het nu al een beetje afgelopen was, omdat het al zo lang duurde voordat er een echt vervolg kwam op de Blair Witch Project. Tijdje geleden werd er een film aangekondigd. En die film heette The Woods. Ik liet wat beeldmateriaal zien van mensen die verdwaald waren in een bos. Mensen dachten: oké, weer een nieuwe horrorfilm. Die film werd toen getoond, de trailer werd toen getoond op Kamkam. Toen hebben ze laten zien wat die film niet The Woods heette, maar The Blair Witch. Wauw, dat had heel veel mensen natuurlijk niet meer verwacht, dat er na al die jaren een echt vervolg zou komen op deze film. Ik neem aan dat jullie allemaal de eerste film gezien hebben, dat er drie mensen waren die verdwaald raakten in het bos omdat ze een documentaire wilden maken over de Blair Witch. Dat meisje wat in die film speelde heette Heather. En de Blair Witch gaat erover dat haar broertje James na al die jaren erachter wil komen wat er daadwerkelijk met haar gebeurd is. De vriendin van hem, Elisa, nog een bevriend stel. En ze gaan naar een persoon toe die een filmpje op YouTube heeft gezet van een vrouw die opgesloten zit in een huis en die als krankzinnige rondrent. En James denkt dat dat Heather is. En ze gaan met z'n allen het bos in om te kijken van wat er nou precies gebeurd is en of Heather nog steeds leeft. 's Avonds gebeuren er dan de meest gekke dingen, net zoals in de eerste Blair Witch gebeurde. En deze mensen die nu in de bos zitten, moeten zien te overleven. Deze film volgt precies dezelfde structuur als de eerste Blair Witch. Dat is een beetje een trend aan het worden, merk ik. Een beetje in de filmindustrie. Kijk naar Star Wars: The Force Awakens of Creed. De film die gebaseerd is op de Rocky-films. Zijn vervolgen, maar ook een heel groot remake-gehalte zit erin. Het kan heel goed uitpakken. Force Awakens en Creed waren uitstekende films. Deze film. Minpunt van deze film is dat weer de characters in deze film, zoals heel vaak in horrorfilms, weer zulke stomme dingen doen dat het echt je beetje tegen gaat staan. Dat is gewoon jammer. De meest krankzinnige dingen gebeuren in het bos en mensen besluiten dan alsnog in hun eentje ergens erop uit te gaan. Dat is iets wat je wel vaker ziet in horrorfilms. Dat is gewoon echt zo heel erg vervelend om te zien. Dat deze film een found footage film is, heb je natuurlijk weer de persoon die de camera in zijn hand heeft, die heel veel schudt met de camera. Eigenlijk is het een hele goedkope manier van een film opnemen. Natuurlijk
Er zijn heel veel goede found footage films geweest. Chronicle, Cloverfield, de eerste Paranormal Activity. Hoe de andere sequels waren, dat laat ik even terzijde. Het is gewoon een aparte manier van film maken. Ook een hele goedkope manier. Het kan heel erg realistisch overkomen. Dat lukt ook wel grotendeels in deze film. Heel veel enge geluiden. Die hoort. Het gebruik maken van geluid is echt heel erg goed uitgevoerd in deze film. Er zit ook een bepaald, dat zal ik niet spoilen, maar ook een bepaald voodoo gedeelte in deze film. Waar echt mijn bek open viel. Echt een hele goede scène. Ik zal niet spoilen, maar zodra je de film ziet, weet je precies wat ik bedoel. En het laatste kwartier van deze film is echt een rollercoaster. Dat is echt heel erg strak opgenomen en heel erg claustrofobische sfeer. Het is jammer dat deze film dat gedeelte, dat einde wat mijn kwartier duurt, dat meer een grote rol speelt in deze film. Het laatste kwartier maakt van deze film een voldoende. Voor de rest, deze film verbreedt ook echt de mythologie van de Blair Witch op een hele goede manier. Je krijgt ook wat meer dingen te weten over de Blair Witch, waardoor de eerste film ook wat, hoe zou ik dat zeggen, de puzzelstukjes vallen wat meer in elkaar, wat er nu daadwerkelijk die eerste film is gebeurd. En dat vind ik wel goed, dat moet een sequel wel hebben. Het moet wat elementen uit de eerste film behandelen, waardoor de eerste film ook wat logischer wordt. En dat doet deze film zeker. Acteren ook van de hoofdpersoon is ook zeker beter dan de gemiddelde horrorfilm. Dus dat is als ook zeker weten een pluspunt. Samengevat, een waardig vervolg op de Blair Witch. De Blair Witch Project moet ik eigenlijk zeggen. Als jij fan bent van de eerste Blair Witch, als je het net zoals ik een hele enge film vond, dan moet je hem zeker weten gaan kijken. Als je de eerste niks vond, dan is het niet eens waard om ook maar enigszins aandacht aan deze film te besteden. Dat heeft gewoon geen zin. Dus nogmaals, voor de fans, zeker weten aan te raden deze film. Ik vind het een waardig vervolg op de eerste film. Ik geef hem een 7. Heel erg bedankt voor het kijken. Als je het een leuke recensie vond, druk een like op. Als je het leuk vindt wat ik doe, subscribe. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik zie jullie snel weer. Bye bye.